En ik zeg weer een hele goede morgen. Ja, nou, zusje daar, die zit gedaan was je, die is aan het looieren. En achter de deur zit er eentje te eten die het gisteren het niet had gehad. Omdat ze gewoon weg niet aanwezig was. Ze is de hele nacht ook buiten gebleven, ja. Maar als eerste wens ik jullie een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, ja. Zo. En het is de 30ste vandaag, 30 juli. En het is 10:37. En we leven nog steeds in het jaar 2018. Ja, het moet af en toe wel even vermeld worden, hè? Voor degenen die kijken. Maar ach ja, soms, ik vergeet het. En dan denk ik eraan. Maar oké, ik zeg, zometeen komt mijn mannelijke persoonlijke begeleider van Cirilo weer. En dus die zal zich weer met de klok bezighouden. Ik ben er zelf ook al even mee bezig geweest met het weekend, maar lukt mij niet. Ik wil hem gelijk hebben met mijn pc. Nou, het is nu 10:38. Hij heeft het ook wel 10:38, maar och. Nee, niet waar. 10:40 heeft hij het. 41 alweer. Maar oké, die moet zien dat hij gelijk gaat lopen. En daar ben ik ook alweer meer dan een jaar mee bezig, geloof ik. Ja, ik ben bezig met koffie. Ik ga een broodje klaarmaken. En ik heb een hele mooie pot, die had ik al een tijdje hoor. Maar die is zo moeilijk schoon te maken. Die heb ik in een emmer met een soep gedaan. Ik zal het jullie zo laten zien. Zo. Kijk, dit is de deksel ervan. Ja. En dan zullen we de pot even zien te pakken. Die is zwaar. Zo. Dat is de pot. Is je mooi, hè? Ja. En dan hoort die er op. En een soort van die geurtroep in. Maar dat rookt niet meer. Dus ik zet hem zo maar neer. Ja. Enkel ik wil hem niet in de keuken meer hebben, want hij stond gewoon in de keuken in een hoekie. Ja, daarom bijna, dat wil ik niet. Er staat ook nog een kraantjes kan. Ja, ik had vroeger een koper, hè? En die is van mijn gestolen, zegt koper. Ik had nog meer mooie dingen op een koper, maar ja. Dan heb je van die vreemde exen. En die keilen naar buiten. En dan komt het op het geval neer. Zonde. Ja. Dus ja, ik moet even zien hoe ik dat heb met dat ding. Deze heb ik van mijn mannetje gehad. Dus die gaat absoluut niet weg. Nog peniendo. Ik denk dat ik hem erachter neerzet. Dat even een stukje naar voren haal. Die stekkerblok die kent trouwens zo te zien nog wat naar achteren. Ja, ik denk dat ik dat doe. Als ik dat voor elkaar heb, laat ik het jullie wel weer even zien. Maar ik ga eerst even eten. Dat wil zeggen, tot straks. Ik denk dat het wel wordt als mijn begeleider is geweest. Ja, maar hij heet Jack. Maar ik vind dat geen naam. Je schrijft hetzelfde dan bij dan de naam van mijn mannetje. Maar mijn mannetje heette Jack. Dus ze is tegen hem ook gewoon Jack. Ja, bekijk het maar. Jack. Wat is Jack? Jackie bah. Blech. Ja, zeg ik dan. Dus het is voor mij gewoon Jack. Die komt twee keer in de week. Maandags en woensdags. Soms bel ik hem ook wel eens af omdat ik het fut niet heb. Gewoon, ja. Ik heb nou eigenlijk ook niet het fut, maar ben er toch maar uitgekomen. Want ik heb vannacht amper een oog dicht gedaan. Het was even zien. De laatste keer dat ik een horloge keek was het 6:30. Dus kun je nagaan. Amper geslapen. En
dan krijg ik dinsdags, meestal, dan behoor ik een vrouwelijke begeleidster voor Cirilo te krijgen. Daar heb ik het dan met over vrouwendingetjes mee. En, maar die heeft ook vergadering om de 14 dagen. En om de 14 dagen dan weet ze niet hoe laat ze kon. De kent ze al in de avonduren wezen. En dan wordt ze ook wel weer eens 19 keer weggeroepen. Lekker is dat, hè? Ja. Zo zijn er dingen die een beetje verwateren. En daar baal ik wat van. Ja. En ik wil daar. Momenteel even, omdat het te warm is, kan ik het zelf niet handelen. Maar als ik het straks handelen kan, dan ga ik daar flink tegenaan en dan moet het gedaan worden. Punt, uit, klaar, basta. Maar in ieder geval, dan wordt dat een. Wordt het leuk, gaat het een rechtszaak worden. En dan hoop ik dat ik winnen mag, maar dat zien we dan wel weer. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is hier triest, het is oostendonker. Ja, het is windstil, ik heb wel. Oh ja, dat raam moet nog open. Nou, dat komt zo wel. Maar daarom heb ik alles open. En dan doe ik het keukenraam open nog. En dan hoop ik dat het wat een beetje door gaat. Ja, het waait amper. Het is meer stiller dan dat het waait. Maar oké. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doei doei! Ja, lieve vrienden, nou, mijn persoonlijke begeleider van Cirilo is al geweest. Ja, die is weer met de klok ook bezig geweest. En hij bedankt me ook leuk dat mijn vrouwelijke begeleider op vakantie is. Ik zeg ook, het is goed dat je het vertelt, want weet ik niet. Maar ik zeg, het kan ook net zo goed langs me heen zijn gegaan. Ik zeg, omdat ik momenteel meerdere dingen aan mijn kop heb. Ook goeiedag. Dat, maakt het allemaal verder niet uit. Ik kan hem bellen of appen wanneer dat nodig mocht zijn. Nou ja, ik ben een grote meid, toch? Ja. Ik heb de pot ook een plekje gegeven. Daar staat hij, achter mijn mannetje en mijn schoonmoedertje. Dus ja, dan moet ik wat even opnieuw een geur in. En dan moet ik eventjes opzoeken. Ik moet het ergens wel hebben, maar ik weet even niet waar. Ik denk in een van die lades, maar het is nou te warm. Ja, want ik zweet me, ik weet niet wat. Maar maakt niet uit. Ik ga zo even de vlog van gisteren in elkaar zetten. En die dan naar YouTube brengen. En die komt ergens andere week, geloof ik, online of zo. Ik weet het zo even niet uit mijn hoofd. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik weet, het is vandaag de 30ste. Dat zei ik al, ja. Nou, en hij komt ergens in augustus dus online. En dat pootje, dat is ook cadeau. Maar ja, pech. Hij kan er nog op staan. Vandaar. Maar in ieder geval, ik ga lekker mijn dingetjes doen. Er zal geen regen komen vanmiddag, dus ja, ik neem jullie vanmiddag eventjes mee. Niet met de GoPro, want dat is even dat vind ik niet nodig. Iedere keer diezelfde routes die je af moet leggen, verplicht, omdat je boodschappen moet doen. Maar wel eventjes dat die gevelpaint eventjes weer laten zien. Dus dat komt vanmiddag allemaal goed. Astrid, die komt niet. Die heeft wat anders te doen. Er kwam wat tussen. Die appte me ook al af. Dus ja. Vandaag dus alleen. Vrijdag komt ze ook niet te eten. Want dan heeft ze haar dochter. En dan de eerste komende 3 weken is dat zo. Dus rustig aan. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen. Tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, en zoals jullie zien, ik begin daar maar weer, want het is helemaal af. Dus ja, wat is het? Een motorblok, weet ik veel. Ik weet het nog steeds niet wat ik voor moet stellen. Weet u het? Ja, maar dat roesbruine, dat weet ik niet. Dat hangt daarbij. Ja, nou ja, het zal volgens ons is dus een motorblok van, wie weet, een vrachtwagen. Dat, ja, en dan hebben we hier de boei.
de boei. Met een naam erin. Leon Keer. Ja, met een fotocameraatje. Dus ja, het mag allemaal. En dan onze dinosaurus, zoals jullie zien. Hij is zo geweldig mooi geworden. Echt gaaf. Echt heel erg mooi. Nou ja. En ze waren daar ook bezig met een of andere gekke koffer of zoiets. En dat weet ik niet. Wow. Dan moet ik voor het verkeer even uitkijken. Ik kon de noodwagen zien niet, dus ik blijf lekker even staan. Er zitten allemaal stickertjes op. Nog meer? Fietsen. Zo. Ik ben gewoon op het midden rijden. Ze wachten maar op me. Lange Jaap hebben ze er ook op. Oh, wat geweldig. Dat moet een koffer wezen of zoiets. Het lijkt op een koffer, hè? Oh ja. Ja, het lijkt op een koffer. Nou ja, dat is het geworden. Helaas, meer kan ik er niet van maken. Ja, nou ja, deze gevel, daar zitten ramen in, dus daar kennen ze niet meer. Dan denk ik maar een paar kleurtjes te geven. Maar voor de rest, ja, ik kan er verder niks meer van maken dan alleen dat allemaal. Dus ze zijn klaar, net zoals daar ginds, dat hebben jullie ook allemaal weten te volgen via mij. Dat ik zou zeggen, ja, kijken met plezier ernaar, het is leuk of niet dan? Helemaal goed. Komt op mijn kanaal. Heb het nog een beetje een functie, of nee? Dat, nou ja, voor de sieren, ja, het trekt publiek. Maar het was mij nog niet eens op. Daar ginds op die stoep, daar staan ook een heleboel mensen. Daar hebben ze street paint gedaan. Okay. En dat is 3D en dat is zo mooi. Oh ja? Ja, dat is gaaf daar. Het is daar druk momenteel. Ik ken ik daar straks op. Maar dit komt op YouTube te staan. Hartstikke leuk, man. Mijn kanaal is Corina met IE. Corina met IE. Luisterburg. Ja, Luisterburg. De Jong. Horen jullie dat? Ja, hun wel. Ja, oké. Ik zeg het duidelijk, maar toppie. Oké, hartstikke bedankt. Hè. Hey, zet hem op. Ja, komt goed. Ik zou zeggen, tot later. Dag Corina, tot later. Ja. Ja, en dat meisje wat daar ligt, dat kwam mij tegemoet lopen dat ik weer thuis kwam. Ja, dat vond ik heel erg lief van haar. Ja, dat was ook voor het eerst dat ze dat deed, hè. Ja, mijn meisje. Het is ook zo warm weer, hè. Ja, ze zeggen dat het koeler is, maar het is vies heet, hoor. Het is heter dan voelt het aan voor mij. Het is bij de poort 31 graden. En in huis is het 26 graden. En buiten 24,5 op de vlakte. Maar in ieder geval, de boodschap heb ik tot zover in huis. Moet morgen nog een keer. Want er was het een en ander op. Zoals momenteel. Mijn ijsjes, mijn roomijsjes, die bekertjes. Ja, die zijn op. Dus hou ze even op. Nou, en ik heb kattenbak Grit weer meegenomen. Ik heb een Bounty meegenomen. Zakje chips, 3 broodjes, 3 zakken en er ligt nog van alles en nog wat in. Ja, ik heb ook lekkere salade meegenomen. Appetje. Gewoon een bak huzarensalade, zo voor het brood, zoals 's avonds, dus met wat groenten of ja, lekker. Ik krijg toch aardappels naar binnen, toch? Ja, daar had ik zin in. Ik denk, nou, weet je wat? Neem lekker salade mee van de week. En ik heb vanavond nog hetzelfde wat ik gisteren had. Dat is datte.
tomaten. Nee, niet tomaten. Ja, wel tomaten. Maar witte bonen op tomatensaus. Met gebakken sippeltjes en vleesje er doorheen. Lekker, lekker, lekker. Dus ja, het komt allemaal goed. Ik zal mijn boodschappen brengen. Ik heb ook weer sippeltjes mee. Dus het komt allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, goedenavond, mijn lieve vrienden. Twee zwart-wit bij elkaar. Ik heb mijn eten weer voor mijn neus en ik heb me even omgekleed. Ik had een blauwe jurk aan, maar dat was mij te heet, want het is van nylon. Ik heb nou wat luchtiger aan en dat heb ik al wel vaker aan. Maar het is luchtiger dan die blauwe jurk, want dat is nylon. Ja, dat zweet je wel hoor. Ik heb niet hetzelfde eten voor mijn neus staan dan ik gisteren had. Ik had last van mijn maag. Ik heb ook even op bed gelegen een uurtje. Ik was echt even kapot. Ook twee nachten niet geslapen door de warmte. Maar ik heb nou wel, ik heb wat warms en ik heb wat kouds. Ja. Salade, die wat ik liet zien in die bak. En een kipburger. Heb ik toch wat warms of niet dan? Dat ja, ik ga er lekker van genieten. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. En geniet jullie ook maar van je heerlijke avond. Het is prachtig mooi weer. Ik heb momenteel de boel wel tot zover dicht. Ja, er staan wat ramen open, maar de tuin is dicht. Want straks dan komt goede tijden, slechte tijden. En het is terugblik naar het verleden. Dus ook altijd leuk. Ja, ik ga weer even terug genieten. Dus ja, dan gaat hij bij mij straks even wat harder, de tv. En ja, dat hoeft buiten niet 1, 2, 3 gehoord te worden, vind ik. Dus ja, ik ga daarvan genieten, zo zeggen, lieve vrienden. En tot straks maar weer. Doei, doei!